Wacht, ik wil even iets testen met mijn lavabucket. Want ik neem aan, lava kan ik gewoon weer oppakken natuurlijk. Waar is mijn bucket? Nee! Oh my god, are you kidding me? Mensen, waarom heeft niemand mij gezegd dat je bucket kapot kan gaan? Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van de Sky Factory. We gaan vandaag weer lekker verder met Sky Factory. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk wel eens even op dat duimpje omhoog. Ben jij nieuw abonneer? Welkom. Mensen, enorm bedankt voor de support op deze video's die ik hiervan maak. Want zonder jullie, de lieftallige kijkers, ja, zoals jullie ook verwacht, kan het allemaal niet. Want ik ben gewoon nog behoorlijk noob, maar er zijn echt kapot veel reacties achtergelaten. Dankjewel natuurlijk daarvoor. We gaan het er zo meteen over hebben. Ondertussen denk ik van, ik ga ondertussen vast eventjes hier dirt maken. Iemand zei dus ook, Duffy, je kan ook je silkworm hier indouwen. Dat kost in ieder geval iets minder, dus dat is ook super makkelijk. Dankjewel natuurlijk ook daarvoor. We gaan in ieder geval vandaag er allemaal over hebben, want jeetje minus mensen, ik moet het echt over veel dingen hebben. Goed, laten we gewoon beginnen bij het begin. Ja, dit wordt lava. Als het goed is, als het ding 1000 aantikt, dan wordt het uiteindelijk lava. Dus dat zou in ieder geval fijn zijn. Dan vervolgens, ik probeer gewoon even een beetje het lijstje af te werken mensen. Dan vervolgens kan ik volgens iemand al gewoon oh nee, het begint te regenen. Weather clear. Nou, weet je, ik doe eerst even over het weer dan. Iemand zei ook, Duffy, je kan het weer ook voor altijd uitzetten. Dat weet ik, maar dat wil ik ook weer niet hebben. Want soms kan het natuurlijk wel makkelijk zijn als ik water nodig heb. Dus ik laat het niet voor altijd uitstaan. Dan zei iemand, Duffy, je kan gewoon een bucket maken al met gewoon clay. Daarvoor hoef jij dus niet de bepaalde potdingesgeval van te maken. Nou, dat blijkt dus inderdaad waar te zijn. Dankjewel in ieder geval natuurlijk ook voor die tip. Wist ik niet, maar zo zie je maar weer. Hey, dankzij jullie weet ik heel veel. En wat er ook achter is gelaten, met name natuurlijk over het systeem. Alleen wat ik al vooral erover zag, en met het systeem doe ik natuurlijk het opslagsysteem en allemaal. Dat het way out of my league is op het moment. Dat het gewoon nog zo ontiegelijk veel moeite is en zoveel energie waar ik tijd en moeite in moet stoppen, wat ik op dit moment gewoon niet heb. Dat het voor mij totaal niet rendabel is. Dus in dat geval gaan we dat dus ook niet doen. We zien hier ook meteen mensen, als eerste een beetje lava hebben we hier. En dat betekent, ja, we hebben nu een lava bucket. Dus dat betekent, haha, we kunnen hier dus nu een cobblestone generator maken. Wat is ook nog eens achtergelaten is, Duffy maakt scharen. Dan kan je in ieder geval een leaves knippen. Die kan je natuurlijk ook weer in de compostbin doen. Dat is inderdaad ook nog een heel goed idee. Dan ook nog eens een keer iets over een hamer. Ik kan namelijk, het schijnt, een compressed hamer maken. Maar ik moet heel even kijken. Dat zeiden in ieder geval mensen. Maar, oh wacht, juist, ja. Oké, dan kan je dus zeg maar net als eigenlijk wat we hebben gedaan met die crew, kunnen we in ieder geval heel veel ervan maken. En dan gaat het dus ook weer langer mee. Dankjewel natuurlijk ook nog daarvoor voor die tip. Ja mensen, we gaan rustig door met die tips. Dan is ook nog achtergelaten dat, of dat waar is, daar twijfel ik dan een beetje aan. Sorry. Iemand zei, Duffy, hoe langer je bij een boom blijft twerken, hoe groter die wordt. Nou ja, dat ik zeg, daar twijfel ik dan een beetje aan of dat ook echt zo zou zijn. Maar goed, dat doet er op zich helemaal niet toe. Wat overigens nog wel, nou is het weer dan zo van, nou, 20 is wel genoeg. Wat ook nog is dat, ja, mensen zijn zoveel reacties achtergelaten. Ik probeer natuurlijk elke reactie wat dat betreft gewoon te behandelen, maar damn it. Daarom zeg ik ook natuurlijk enorm bedankt natuurlijk voor de support. Blijf het ook vooral doen mensen, hè. Blijf vooral supporten met reacties en wat ook allemaal. Want ik heb dat soort hulp echt gewoon nodig. Hoppatee, we hebben hiervan nu onze mokerhamer gemaakt. Oh, iemand zei, Duffy, doe jungle trees neerzetten. Want als je 4 jungle trees neerzet, krijg je een mokergrote boom. Er zit natuurlijk ook wel weer wat in, dat je, oh, teringhandje, dan krijg je inderdaad dus een boom zoals dit. En daar kan je natuurlijk heel veel hout vandaan halen. Dus natuurlijk, dat is inderdaad ook nog wel een slim idee. Kan ik overigens ook met een crook deze dingen eraf halen? Of is dat dan weer niet de bedoeling? Vooralsnog zie ik niet echt dat het gaat gebeuren, dus ik denk het niet. Je kunt natuurlijk wel ondertussen gewoon lekker hoppatee de leaves zo meenemen. En we kunnen natuurlijk dan uiteindelijk de hamer, met de hamer natuurlijk de boom slopen. Wat ik eerst natuurlijk deze hamer even opmaken. Weet allemaal dat ik daar gewoon toch wel fan van ben om eerst gewoon even de gewone hamer op te maken. Voordat ik dadelijk, ja, al het andere ermee doe. Ondertussen, boom. Oké. Aha, dat is het dus wel. Deze hamer gaat dus inderdaad 3000 keer zo lang mee. Maar hij gaat dus niet, en dat stond er dus net ook al, maar ik had iets van ik laat het lekker gaan. Hij zorgt dus niet dat je daar de hele boom in één keer mee weghaalt. Aha, oké, dat is eventjes wel een soort van moment dat ik denk van, nee. Kijk, ik heb hier natuurlijk nu wat hout in geïnvesteerd. En natuurlijk, het hout boeit eigenlijk geen enkele fuck, want yo, ik kan dat gewoon betalen om zo maar te zeggen, want ik heb genoeg. Alleen, het is dus inderdaad, die staat ook letterlijk bij, hammer compressor blocks, break one block at a time. En deze doen gewoon natuurlijk gewoon all-in-one inclusive pakket, om zo maar te zeggen, kappa. Maar goed, maakt niet uit. Weten we dat ook weer, die hamer gaan we dus waarschijnlijk amper gebruiken, zeg ik heel eerlijk. Want waarom zou ik inderdaad maar 1 blok willen? Ik bedoel, ik doe dit natuurlijk in dit geval om dirt te fixen. Dan gaan we zo meteen dus eventjes nu onze onze setup gaan doen voor onze cobblestone generator. En vanuit daar weer door te kunnen gaan allemaal. En dan moet het voor mij wel goed gaan komen. Trouwens ook nog over dat systeem. Ik wil toch even heel veel kijken hoe dat heet. Want mensen zeiden ook van... het systeem, hoe heet die nou? Even kijken hoor. Nee, wacht. Hey. Er zijn zoveel ontiegelijk veel reacties achtergelaten. Dat ik heel de tijd wel een reactie zie van... Oh, dit moet ik, dit, dat, zo, zo. Alleen... nou ja, weet je, maakt het helemaal niet uit. Ik kan hem even nu nog niet maken, zeiden mensen. Mensen zeiden ook van, doe het gewoon lekker niet. Dat is totaal nog niet nodig, maar... Ik wil toch even kijken hoe die allemaal heet, maar... Oh, wacht, hier een Refine Storage of zoiets. Refine... Ja, maar dat werd ook al eerder achtergelaten. Sommige mensen zeiden ook van Duff, het zit er niet in. In jouw gebeuren, maar het zit er blijkbaar wel. En heel veel mensen zeggen ook van wel, maar... Weet je, doe het gewoon met jou, mensen. We gaan lekker door waar we gebleven waren. En we gaan gewoon bezig nu met een cobblestone generator te maken. Je moet het item generator maar... Ja, goed, mensen, we gaan beginnen aan de cobblestone generator. Fuck it. Ik kan heel de tijd blijven rechts blijven kijken. Die overigens goed zullen zijn, maar ook een aantal van ik denk van... Huh, wat moet ik nou doen? Eén ding weet ik overigens niet. Of fire spread aanstaat. En daar maak ik me toch een beetje zorgen om. Dus in dat geval denk ik van... Oké, laten we dan op zijn minst allemaal stone slabs gaan gebruiken voor onze cobblestone generator. Ik heb natuurlijk op dit moment natuurlijk een houten platform. En gewoon uit voorzorgsmaatregelen heb ik zoiets van... Laten we dat nou maar gewoon eventjes niet doen. Want, yo... Mijn kennende gaat dadelijk weer helemaal fout. Dus we gaan even snel wat cobblestone verzamelen. En dan gaan we natuurlijk vanuit daardoor met hem te maken. En dan kunnen we heel veel maken. Ik zal ook al in de reacties aan de mensen zei Duffy uiteindelijk ook alles automatisch maken. Dus automatische cobblestone generator. Automatische hamer die zeg maar blokjes allemaal kapot slaat. Gaat natuurlijk allemaal nog wel even wat tijd kosten. Eer we natuurlijk daar allemaal zijn. Maar wel fijn natuurlijk dat mensen zeggen van Duffy dit kan allemaal. Dus dat betekent wel, is er ook een heel soort machinerie idee achter. En natuurlijk, ik heb al hier wel wat dingen staan, maar echt met machinerie dingen automatisch gaan is natuurlijk altijd wel super, super chill. Dus dankjewel natuurlijk ook voor die tips en tricks die allemaal worden achtergelaten. Blijf het ook vooral doen. En mocht je nou naar deze video kijken, zoals hebben van Duffy, oh my god, dit moet je doen. Laat het of course achter in de reacties, want wellicht heb ik er gewoon meteen wat aan en dan kan ik het natuurlijk weer daarmee gaan verwerken. Wat ik zei, ben je trouwens niet geabonneerd, doe het eventjes, welkom. Heb je niet geliked, doe het ook eventjes. En trouwens mensen, op Duffy Meer... is op dit moment een Pixelmon-serie gaan. Dus ik zou zeggen, abonneer op Duffy Meer. Want, hé, Pixelmon-serie. Ja. Goed, we hebben inmiddels... het gaat weer regenen, echt. Daar word je niet goed van, mensen. Word je echt waar? Je wordt er niet goed van. Je wordt er niet goed van, man. Nou ja, goed. Maakt het op zich helemaal niet uit. Waarom werkt dat nou weer niet? Nou ja, goed. Dan lekt niet, joh. Hoppatee. Weather clear. Nogmaals, nee, mensen. Ik ga het nog steeds niet veranderen. Ik hou nog steeds lekker de regen aan. Als je zegt van... Dat kunnen we gewoon nog wel gebruiken. We gaan hem in ieder geval even met slabs maken nu. En we gaan hem overigens een beetje raar maken. Voor de mensen die hebben van Duffy, wat ben je in godsnaam van plan? Wat ben je aan het doen, Duffy? Stop! We gaan hem even raar maken, omdat ik zoiets heb van... We doen hem gewoon even lekker raar. Goed. In eerste instantie wil ik hier even een klein randje met cobblestone hebben. Voor het fire spread tegen te gaan. Goed. Dan moeten we deze kant even op. Zo. Zo. We gaan gewoon even een hele lelijke maken, maar dat begrijp je natuurlijk ook wel. Want daarom zou ik moeite doen... Voor een fucking cobblestone generator. Even kijken hoor. Wij doen dan... Dat is overigens wel lastig, though. Wacht, ik wil even iets testen met mijn lava bucket. Want ik neem aan, lava kan ik gewoon weer oppakken natuurlijk. Waar is mijn bucket? Nee! Oh my god, are you kidding me? Mensen, waarom heeft niemand mij gezegd... dat je bucket kapot kan gaan? For real. Niemand heeft me dat verteld. Oké, maakt niet uit. We still got this, I guess. Oh my god. Dit kan ook echt alleen mij overkomen wat dat betreft. Maar goed. Maakt niet uit, we kunnen hier in ieder geval nog water doen. Alleen we moeten even daarvoor een nieuwe bucket hebben. En natuurlijk heb ik daar op dit moment niet genoeg spullen. Oh wacht, we kunnen dit natuurlijk wel eventjes... Oh my god, mensen toch ook... Oh, waarom zegt niemand dat? Oh, maar joh, hier kan ik... Dit moet natuurlijk dust in doen. Fucking hell. Dankjewel voor het clay. Fucking hell, mensen zeg. Shump, zeg. Hoe kun je zo zijn tegen mij? En dit trouwens ook gewoon in gebruiken. Kan ik dat erin verwerken? Nee, dat kan dan weer niet. Oké. Nou ja, goed, doen we even zo. Hoppatee. Oh my god. Het is ook wel weer ironisch dit hoor. Nu hebben we natuurlijk ook weer geen water hier, dus moeten we eerst weer even snel... wat zeppelins in douwen, maar hier natuurlijk water uit gaan krijgen. Regende het dus nu maar. Dat is ook de reden waarom ik dus het niet uitzet, want water heb je gewoon af en toe nodig. Maar goed, maakt helemaal niet uit. We hebben in ieder geval weer een nieuwe pot. Super chill. Gaan we ondertussen nog even wat extra cobblestone slabs erbij maken. Zo. Want we gaan dit dus ook hier aan deze kant doen. Even kijken, als we dan hier het water laten stromen, I guess. Nou, ik denk ongeveer vanaf hier. Dan kunnen wij dus dit eventjes zo nu maken. Zo, zo, zo. Dan stroomt de waters van rivier hier naartoe. Misschien moeten we er nog eentje dichterbij zetten. Maar dan hebben we in ieder geval een half goed werkende cobblestone generator. En waarschijnlijk zullen mensen zeggen van Duffy, mijne werkt beter en dit en dat. I don't give a damn of jouw beter werkt, oké? Dan gaat het erom dat het gewoon nu werkt in dit geval. Dus, laat dat even duidelijk zijn. Ondertussen maken wij, gaan we gewoon een stone pickaxe maken al. Fuck it, we zijn gewoon YOLO Wanter Polo. Hoppatee. We gaan namelijk uiteindelijk dus hier staan. Dus zorgen gewoon dat hier dus even een crafting table tegenaan staat. Daar kunnen we namelijk gewoon... Hoppatee blijven mine. Oké, toppie. Ja, dit is echt levensgevaarlijk wat ik aan het doen ben, maar goed. Kan ik het water uitpakken? Nee, we moeten hier echt nog op wachten tot het helemaal is volwaterd. Nou, in ieder geval super chill dat. Wat we ondertussen natuurlijk wel kunnen doen is natuurlijk weer even wat dirt gaan pakken, want we hebben het nu toch. En we hebben toch nog genoeg van dit, dus douwen dit er maar weer in. Ja, we moeten ondertussen natuurlijk gewoon doorwerken met hetgeen waar we natuurlijk allemaal denk ik mee bezig waren. Dus ik kan ondertussen gewoon allemaal lekker doorgaan. Hoppatee. Ondertussen flikkeren we er ook nog maar eventjes dan een grote jungle tree neer, want waarom niet? Toch? Hop. Bam, there we go. Damn, dat zit hoog. Wat we dan ondertussen wel gaan doen is, we gaan... Deze zet ik even hier in. We gaan even ook een nieuwe hamer ondertussen maken, want ja, ik wil toch wel een hamer hiervoor gebruiken. Soon zullen we natuurlijk ook overstappen, mensen. No worries, naar een cobblestone hamer. Maar goed, doen we natuurlijk pas wanneer we uiteindelijk onze cobblestone generator helemaal hebben, want... Ja, nu is het natuurlijk nog niet zo heel handig. Kan ik overigens gewoon nu dit knopje ook nog indrukken en dan dit doen? Ja, haha. En uiteindelijk is nu wel dus mijn... Mijn enorme crew is nu wel gewoon gone. Nou ja, goed, maakt niet uit. We gaan hem gewoon vanaf hier nu beneden slopen, I guess. Maar hopelijk doet deze hamer genoeg dat die... Ik haat mijn leven op het moment. In Minecraft dan, hè, mensen. Ho, rustig. Dat dit nu weer op deze manier gaat. Maar goed, maakt helemaal niet uit. We gaan gewoon door. We kunnen ondertussen hier nu water uitpakken. We kunnen die ook oprapen. En dan... Ja, dat dacht ik al wel. Er moet inderdaad één dichterbij. Oh, de bucket is trouwens nog heel gebleven ook. Oh, daar moet ik natuurlijk wel in opletten, ja, dat dat inderdaad ook kan gaan gebeuren. Oké. Deze komt dan daar. Zo, zo. Dan kunnen we dit overigens allemaal weghalen hier. Want ja, dit is allemaal extra supplies die we natuurlijk gewoon kunnen gebruiken. Oeh. Voorzichtig, voorzichtig. Levensgevaarlijk dit, levensgevaarlijk. Zo. En dan doen we dus dan hier nu het water. Ja, nee, dit kan inderdaad best wel werken, right? Dus dit, oh, als dit nu ook nog even zo zetten, zo. En doen we... Wacht, kunnen we dit nu op... We doen dit even expres nu even zo, voor de mensen afvragen, Duffy, waarom doe je dat zo? Kijk, hierom, dit dacht ik dus al wel. Ik was hier namelijk al bang voor dat dit zou gaan gebeuren. Dat het water namelijk nog één verder zou gaan stromen. En dan was ik dus nu mijn lava nu al kwijt geweest. Haha. Duffy, die denkt wel na af en toe. Kappa. Oké, wat we dus gaan doen, is dus als volgt. We moeten dit dus... hier naartoe brengen. Dan komt dus het lava uiteindelijk hierop. Oké. Klopt dat dan? Ja, dan gaat hij één keer stromen. Dan hebben we ook overigens dat waterding daar helemaal in die crafting game helemaal daarvoor saus gezet. Maakt op zich niet uit. We maken gewoon weer nieuwe erbij. En dadelijk gewoon nog meer nieuwe en alles erop en eraan. Maar als ik dan nu hier... Nee. Bijna joh, bijna. En als ik dit dan nu weghaal, even testen. Ja, oké. Goed. Misschien mensen iets van Duffy, ik vind hem helemaal niet mooi. Of hij werkt helemaal niet goed. Of dit of dat. Zeker wel. Oké, gewoon zeker wel. Deze flikker ondertussen dus nu even daar neer. Zo. Oké. Het enige nadeel op dit moment is dus nu. Dat we eventjes via hier. En dan moeten we eigenlijk even daar aan de onderkant. Daar een blokje moeten. Zo. Kijk. En als het goed is kunnen we nu gewoon hier gaan staan. Kijk, mensen, hoppatee. En zo zie je me weer, het hoeft altijd niet mooi en handig te zijn. En nee, het is alles behalve efficiënt. Dat weet ik overigens ook. Dat dit totaal niet efficiënt is, maar het werkt in dit geval wel. En daar gaat het natuurlijk in dit geval om. En maakt op dit moment ook even niet uit hoe het eruit ziet, wat dan ook. Want, wat ik zeg, zolang het nu maar even werkt, ben ik er heel tevreden mee. We gaan dit nog wel even mooi maken, om zo maar te zeggen. Dus ik heb van, ja, dat ziet er gewoon net even beter uit. Geldt ook even dat blokje daar, want dan... Voordat ik niet naar beneden flikker. Maar we hebben in ieder geval nu een cobblestone generator. Geen wat natuurlijk al door heel veel mensen werd gemeld van Duffy, dat heb je nu echt nodig. Dus deze stap hebben we in ieder geval voltooid. Dat betekent we kunnen hier kapot veel cobblestone vandaan halen op zich. Natuurlijk we zullen nog wel hier en daar wat cobblestone verliezen. Doordat natuurlijk in de lava flikkert allemaal. Maar ik heb zoiets van, het begin is er. We kunnen vanuit hier natuurlijk heel ver doorgaan. Alleen heb ik nu natuurlijk wel aan jullie, de kijkers, de vraag... Is het dan nu verstandig om behoorlijk wat cobblestone te gaan verzamelen om A, mijn eiland groter te gaan maken? Dus met half slabs. Is het dan nu verstandig om dit om te gaan zetten in zand, wat dan ook. Want dat zeiden de kijkers ook in de reacties van. En dan het te gaan zeven voor ors. Wat is zeg maar nu een logische volgende stap? Tuurlijk kan ik ook natuurlijk daarvoor in het boekje gaan kijken. Maar ik heb gewoon gemerkt aan de reacties. Jullie weten er zelf ook enorm veel van. Dat ik dus heb van... Jullie, de kijkers, laten gewoon enorm veel tips achter waar ik gewoon heel veel aan heb. En ik ga ook nog gewoon de boekjes kijken. Maar mocht je zeggen van Duffy, dit moet je nu echt gaan doen. Doe dat dan vooral achterlaten even in de reacties. Ondertussen hebben wij inmiddels alweer best wel wat cobblestone. Moet je nagaan, inmiddels alweer 21. Dat betekent ook, we kunnen eigenlijk dus bezig met een farm te maken. Noem het allemaal op, want ons dirt wat we nu hebben... kunnen we nu natuurlijk nu eventjes de zaakjes besparen. We kunnen natuurlijk heel veel dirt maken en besparen. En we kunnen natuurlijk dan uiteindelijk bezig gaan met... al deze seeds allemaal te gaan verwerken. Ja, we moeten daar nog naar boven toe om alles te fixen. Maar dat komt allemaal nog wel. Daar is overigens de aarde. Dat is dan, denk ik, de maan. Wat lijkt meer op Mars. Daar hebben we Saturnus. Nee, daar hebben we Mars. Daar hebben we de maan. Dan weet ik niet wat voor rode ding daar is. Dan hebben we hier... Jupiter. Sorry mensen, ik kijk naar planeten. En daar hebben we ook nog iets geks. En nou ja, goed. Doet er helemaal niet toe. In ieder geval, mensen, ik denk dat we vandaag toch best wel wat lekkere progressie hebben geboekt hier in de wereld. Denk ik op zijn minst. Ik bedoel, looking good. We hebben veel dingen gedaan. We hebben een cobblestone generator. Wat is nu een logische tweede stap? Let me know in de reacties. Voor nu, mensen, enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe natuurlijk even allemaal de duimpje omhoog aan klikken. Ben je nieuw? Abonneer. Welkom. Abonneer dus ook op Duffy Meer voor een Pixelmon serie. En mensen, tot morgen.